Het is kus. Ik wijd open. Het is nu. En we beginnen in ieder geval met een geconcentreerde repetitie in de oude bibliotheek met het nieuwe stadsgezelschap, de Stokerij. Dat is niet waar. Het is niet dat zo is. Nee, maar het lijkt er wel op. Is goed. Nee, er is even een gek moment geweest. Alleen je hebt de opdracht gekregen van je papa om het uit te maken. Ja. Om hem zo snel mogelijk... Ik vind niet daadwerkelijk dat hij me misbruikt heeft. Nee. Dat is gewoon de tekst. De beroemdste regels uit de toneelliteratuur komen uit Shakespeare, uit Hamlet. To be or not to be, that's the question. To be or not to be, that is the question. Zijn of niet zijn, dat is de vraag. Er zijn of niet, daar gaat het om. Nog zo'n zin, there's something rotten in the state of Denmark. Heel vrij vertaald, er stinkt iets in Schiedam. En dat klopt, want daar woont mijn zoon. Daar zijn we op bezoek geweest. Hamlet of Hamlet? Hamlet. Ik zit in Spanje en Koen, jazeker, familie, mijn zoon, is met een grote groep acteurs, kinderen, zangers en muzikanten heel hard aan het werk aan Hamlet. Wij laten het gaan over, heel erg over Schiedam. En over het havengebied in Rotterdam. En ik vind Hamlet veel meer passen bij de niet lullen maar poetsen mentaliteit. Kom dan hier, jongen! Oh, spring jij! Laat jij je met haar begraven, ik doe het ook! We weten wel wie we zijn, maar waar wij toe in staat zijn, dat weten we niet. Dat is heel onheilspellend, maar wel heel mooi. Zofelia. Hoe gaat het? Dank je, goed. Ja? Ja, heel goed. Ik heb wat aandenkens voor je die ik graag zou willen teruggeven. Die van mij. Ik heb jou nooit iets gegeven. Dat zou je toch moeten weten? Je gaf ze met lieve woorden, zoet als koekjes maar kunnen zijn. Maar die, eenmaal geconsumeerd, daadwerkelijk ook op bleken te zijn. Ja, hij komt niet veel verder in wat hij wil. En om hem heen zijn er allemaal mensen die veel verder komen daarin. En hij bevraagt zichzelf de hele tijd van waarom doe ik dat nou niet? Dat is eigenlijk... daarin denk ik wel van... En hij wordt op een gegeven moment ook een beetje laf. En dat maakt hem dat ik meer ben gaan haten. Maar hij vindt zichzelf ook heel erg laf. Ja. Dus... Jij zit zo in je rol dat Hamlet gaat zichzelf haten. En volgens mij zit jij op dat punt. Ja, maar niet moeten geloven. Je had die koektrommel dicht moeten laten. Hij was vers gebleven. Ik heb nooit van jou gehouden. Nou, dan heb je me des te meer bedrogen. Hm? Ga het klooster in. Vaarwel, waar is je vader? Thuis. Doe dan zijn deur op slot. Dat hij nergens anders voor gek kan spelen in zijn eigen huis. Ga weg. Wil jij ooit nog gaan trouwen? Zou ik je één raad mee willen geven, goed? Ja. Al ben je zo trouw als een hond. Al ben je zo mooi als ongerepte sneeuw. Je ontkomt niet aan het geroddel. Ja, ga het klooster in. Tot ziens. Het is geen kalverliefde tussen hun. Ze hebben echt wel met elkaar geslapen. Dat is er wel echt iets. Ja, en ze houdt van hem. Alleen ja, denkt zij dat er op een gegeven moment iets fout gaat in die liefde. Wat ook zo is. Want Hamlet vertelt eigenlijk aan iedereen: ik ben niet echt gek hoor. En aan haar vertelt hij het niet. Wat was dat, Ophelia? Wat hij gezegd heeft? Iets over Hamlet, pap. Ja, dat komt hij heel goed uit. Want ik hoorde dat hij jou nogal regelmatig ziet. En dat jij je meer dan aardig vindt. Maar zoiets past een jonge vrouw als jij niet. Wees jij als meisje nou maar voorzichtig. Ja? Sorry, meisje? Ja. Meisje? Ja. Ja, ik zeg het je nog één keer, hè. Blijf uit zijn buurt. Hè? Praat niet meer met hem.
Ik wil het. Ja. Ik wil het. Je hebt het maar te doen. Ik wil het en ik beveel het je. Kom mee. Nee. Kom mee. Kom, pap, kom mee. Ik ben bijna 29. Dit slaat helemaal nergens op, man. Kom mee. Dus we hebben John Buisman, Debbie Petter, Mandela WW, Kenneth Herdegijn, Aafke Buring, Ayla Satijn en Stella van Sichtenhorst. Samen met jullie twee. En Mathieu Becek, Poolse acteur. Heel goed. En daarnaast hebben we dus 11 amateurspelers. En die spelen, dat zijn Schiedamse amateurspelers en die spelen alle rollen eromheen. Ja. Ja. En iedere avond spelen 5 basisschoolleerlingen voor aanvang hier Hamlet in 5 minuten. En die kinderen die hebben helmpjes, zwaardjes, kroontjes, capejes, alles erop en eraan. En dat doen we omdat ze, ja, kinderen zijn zo leuk. En als kinderen het kunnen vertellen in 5 of 10 minuten, dan snap je het ook. En die kinderen nemen mensen mee die nooit naar theater gaan. En juist die mensen willen we erbij hebben. Dit filmen ze ook allemaal. De koning op de fiets naar de volgende scène. In het wonderschone Julianenpark speelt een aantal gedreven Schiedammers ook een andere Hamlet. De dood van Hamlet, onze waarde broer, ligt weliswaar nog vers in het geheugen. En het zou ons passen rouw in het hart te dragen en van ons rijk één wenend oog te maken. Daarom namen wij, de erfmonarchen van dit in oorlogstaat verkerend rijk, om zo te zeggen met vergalde vreugde, met één geloken en één hoopvol oog, met kerkhoffeestgejuich en bruiloftstreurzang, smart en blijdschap gelijkelijk afwegend tot vrouw. Dat is wat Shakespeare ook doet. Hij zet je binnen 5 minuten zet hij je helemaal midden in het drama. Laat eens! Hoe staat dat met u? De toestemming hier om terug te keren naar Frankrijk. Graag kom ik naar Denemarken om, zoals dat hoort, de kroning bij te mogen wonen. Maar nu trekken mijn hart en zinnen weer naar Frankrijk. Wat vindt je vader? Wat zegt Polonius? Hoe is het om de rollen te spelen? Ik vond hem steeds interessanter naarmate het vorderde. En je krijgt steeds meer inzicht in het personage. Dus je bent zoekende en je vindt. En zo ontstaat de persoon zoals jij hem dan neer gaat zetten. En dat is gewoon mooi om dat mee te maken. Bestaan of niet bestaan, daar draait het om. Want wie verdroeg de zweepslag van het leven? De heersershoon, het smalen van de pronkers, pijn van versmaade liefde, rechtsuitstel, de ambtelijke botheid, de trap na. Als hij zichzelf dit alles kwijt kon schelden met slechts één dolkstoot. Dat zie je natuurlijk meer bij Shakespeare dan bij Romeo en Julia. Dat is de liefde, de echte liefde en dan de tragedie erachteraan. En dat vind je in dit stuk ook weer. Ik vind het allebei hartstikke leuk. Ik zie 7 keer mijn eigen voorstelling en ik zie ook meerdere keren waarschijnlijk Anne-Henk Koens voorstelling. En ik maak net zo hard reclame voor Anne-Henk Koen als dat zij voor mijn voorstelling maakt. Binnenkort dan komt heel even de voorstelling Branden van het Rood Theater onder regie van Alize Zandwijk terug. Ik heb die voorstelling een paar jaar geleden mogen zien en ik was totaal van mijn stoel geblazen. Ongelooflijk mooie voorstelling over oorlog, dood, vernietiging. Maar bovenal over liefde en over hoop. Ga hem allemaal zien, want het was een fantastische prestatie van zowel Alize Zandwijk als van het hele ensemble. Jij wilt het huis in brand steken. Om ze te laten voelen wat jij voelt, zodat ze begrijpen en veranderen. Hoe kon ik met hen over hun vader praten? Over hun waarheid? Waar trek jij mij in mee? Je wordt net zoals zij. Je doet net zoals zij. Ik doe niets. Je zwijgt. Je zegt niets, net als zij. Je luistert naar stilte. Mijn waarde. Zij grint. Nooit gebouwd, maar wel bedacht in Rotterdam. In Tent kan je zien hoe beroemde architecten, kunstenaars, filosofen Rotterdam hebben gedroomd. Is het een utopie of is het bijna werkelijkheid? Je ziet het misschien al wel een beetje als je door deze geweldige virtual reality wandeling door de stad kijkt. Animatiefilmer Han Hogebrugge die denkt helemaal niet over de toekomst van Rotterdam, maar over het verleden. En die zegt, ja, de sloopkogel heeft eigenlijk alles
kapot gemaakt wat er aan geschiedenis is. Met name mijn eigen geschiedenis. En in deze virtual reality wandeling lees je alles wat hij meemaakte. Alles wat hij belangrijk vond. En alles waarin hij terugverlangt naar het rauwe Rotterdam van zijn jeugd. Als je ervoor gaat staan en je neemt het goed in beeld, dan zijn we terug in de tijd. We staan nu in één keer terug in de tijd, want we staan nu in 1969 in het werk van Wim Gijzen. Die vond dat Rotterdam een prachtig plein moest hebben in de vorm van een koeienwei. Gewoon gezellig, hè? Niet die stad vol stenen, maar gezellige koeien, gezellig gras, natuur. Wieger Mandemaker is een getalenteerd ambassadeur voor de koormuziek in Rotterdam. Als dirigent van de Laurenskantorij en het Laurens Collegium heeft hij de uitvoering van de koormuziek in deze stad op een hoog plan gebracht. Legendarisch zijn de kantatendiensten in de Laurenskerk. Bach. En moet je nagaan, Bach die moest dan iedere week een kantate schrijven. Dat werd op zondag uitgevoerd. En dan kan je je voorstellen dat hij maandag alweer moest schrijven voor de volgende zondag. En dan moest het nog gekopieerd worden en ingestudeerd. Wij doen dat dan een kantate eens per maand. Maar eigenlijk werkt dat dan in het groot ook zo. Dat je repeteert een paar weken aan zo'n stuk. Ja, dus die melodieën gaan voortdurend zo en zo. En daardoor kun je allemaal mooie liggingen. Als ik die nu invul, vierstemmig, dan krijg je echt een koraal. En dan voer je het uit en de volgende week ben je alweer bezig met het studeren van de volgende partituur. Het betekenen van de partijen. Dus het is altijd. En in iedere week, vrijwel iedere week staat op de lessenaar van de kantorijleden Bach. We gaan het nog één keer doen. Met u allen. En dan wil ik graag even vragen, of het kan dat even heel snel, dat u even allemaal door elkaar instaat. Iedereen doet de tweede rij, dat is heel gebruikelijk. Niemand durft vooraan. Het begint met genieten van Bach en ontroerd zijn door wat die man heeft geschreven. Wat, ja, dat zegt iedereen, tenminste dat zeggen veel mensen, maar ja, het is onnavolgbaar. Het is van een grootsheid en een diepgang. Waar je gewoon dankbaar mee mag zijn dat je daar af en toe mee bezig kan zijn. En proberen te doorgronden waar het over gaat. Oké, er volgt gelijk een waarschuwing. Als je zo door elkaar staat, gaat iedereen meestal harder zingen. Om vooral niet in de war gebracht te worden door de buurvrouw, dan wel buurman. Probeer dat niet te doen. En we kijken nog één keer naar die tekst, want de tekst is je houvast. Ondanks dat je nu lichtelijk in de war begint te raken van al die mensen om je heen die een andere partij zingen. Ik wens u veel succes. Oké, goed zo. Er is nog één ding. Ik ben hier om u te helpen. Dus ik geef ook nog iets aan van puls. En het zou kunnen helpen dat het dan iets gelijker is dan nu. Ja? Ik heb het toch al uit je hoofd. 3, 4. Zingen is wel iets wat je met je hele lijf doet. Je hebt hem ook altijd bij in je stem. Als die het doet, dan dat is natuurlijk ook wel een puntje. Maar ik denk dat het geeft je veel vreugde. Het geeft je ook soms, helpt het je door moeilijke tijden heen. Het raakt je ziel. Zelf sta ik voor de klas, dus heb een fulltime baan. En de vrije tijd, ja, die wordt niet alleen aan Bach besteed, want we doen met de kantorij al veel Bach. Maar ook andere componisten komen aan bod. En in dit jubileumjaar doen we schitterende grote koorwerken met goede dirigenten. We zijn een kantorij en dat zingt natuurlijk op de feestdagen. Dus op de feestdagen ben je meestal, ja, dan is het familiediner, slaan we dan toch af. En er gaat ook heel veel tijd in zitten, want de muziek die we zingen is meestal niet de makkelijkste muziek. Dus je geeft er ook veel vrije tijd voor op om op zo hoog mogelijk niveau te presteren. Maar dat doe je dan wel met elkaar. En ik merk ook dat zo'n koor als deze zo hecht is omdat je er zoveel voor doet. Binnenkort dirigeert Wieger Mandemaker Rossini's Petit Mes Solennel in het kader van 50 jaar De Doelen. Een meesterstuk van de Italiaanse operacomponist voor piano's, twee piano's,
harmonium en koor. Misschien wel aardig om even een opname te luisteren. Ook in de bezetting die wij dus ook hebben in de doelen. Dat is dus met twee vleugels en harmonium. Solisten en koor. En dan wil ik even een stukje van het begin laten horen. Dat Kyrie waardoor ik de eerste keer gelijk getriggerd was. Hij schrijft het relatief laat. Hè? En hij is dan eigenlijk al een jaar of 20 een beetje uit het hele actieve circuit. Het is al 30 jaar nadat hij zijn laatste opera heeft geschreven. En hij is eigenlijk een beetje een soort van met pensioen in Parijs. En hij geniet daar van al die hele wereld van al die artistieke intellectuelen om hem heen. En dan heb je van die avondmuziek op zaterdagavond, een beetje in de huiselijke salon. En daar schrijft hij heel veel, zoals hij het zelf noemt, zonde van de oude dag voor. En zo heeft hij hier ook een beetje naar gekeken. Maar het had wel een bijzondere lading voor hem, het stuk. Want hij heeft er wel erg op toegezien dat het goed gebeurt. Ook de uitvoering, hè, bij de repetities van de eerste uitvoering is hij ook zelf bij geweest. Bemoeide zich met het tempo. Het is een heel laat werk, maar het zit inderdaad ook vol met van die grappige, rare dingen. Denk ik, hoe kom je hier nou op? Nou, dat akkoord, daar hoor je al, er gaat iets gebeuren. Maar dat begin is eigenlijk heel, heel traditioneel. En dat kan je ook prima bedenken bij een gebed als het Kyrie is, hè, Heer ontferm u. En dan hoor je langzaam die noten zo opstijgen. Daar hoor je ineens alweer zo'n merkwaardige wending. Dat verwacht je dan niet naar die... Maar het wordt eigenlijk nog veel bizarder als je de opening, de instrumentale opening daarvoor hoort. Hetzelfde stuk. De doelen naar Rotown, de creatieve huiskamer van de popmuziek in Rotterdam. Op 17 mei is daar het punktrio The Coathangers uit Atlanta te gast. Muziek op het snijvlak van charmante powerpop en dwarse no-wave. Dit is een brug gemaakt in 1980 door de beroemde popartkunstenaar Klaas Oldenburg. Rotterdam wil weer nieuwe bruggen gaan bouwen, hè, over onze Maas. Nou, waarom niet eens een keer een brug door een kunstenaar laten ontwerpen? De Schroefboogbrug. Hou je de handen achter je rug, want dit mag je echt niet aanraken. Dit is namelijk een maquette van de illustere architect Rem Koolhaas, die voorstelde om... Een brug over de Maas die vervangen moest worden, maar gewoon rechtop te zetten en een fantastische uitkijktoren te bouwen. Dat is natuurlijk een briljant goed idee, was alleen een klein probleempje. We hadden al de Euromast. Rem Koolhaas. Deze twee varkens woonden vroeger in de Vrijstaat van Joep van Lieshout, AVL-viel. Die Vrijstaat van Joep van Lieshout, die gaat eigenlijk een beetje over wat kunstenaars Rotterdam te bieden hebben. Namelijk altijd weer nieuwe ideeën over hoe die stad voor jou de beste plek op aarde kan zijn. Joep van Lieshout, zijn varkens. Dit is de windmolen van Richard Hutte. Wereldberoemd ontwerper van de Dombo-beker, maar ook Rotterdammer. En Richard vindt dat deze stad meer moet doen aan goede energie.
Dus als je nou eens op alle belangrijke gebouwen van de stad een windmolen zet. En kijk eens hoe je dan de skyline van Rotterdam kan veranderen. Hè? Je moet meteen een nieuwe aanzichtkaart maken, maar je bent wel goed bezig.